De reden voor mij om mee te doen aan dit project is om, om toch de iPad en andere devices, om daar interactief mee bezig te zijn. En om ook interactiviteit te vergroten tijdens de lessen. Dus dat de studenten ook op een andere manier bezig zijn met een device, ook tijdens de les. Het pilot is zo, ik heb een hoorcollege gehouden voor ongeveer 90 studenten. En ik heb tijdens mijn hoorcollege zijn een aantal slides met daarop vragen en andere stellingen zijn voorbijgekomen. En daarop hebben de studenten dus, die al ingelogd waren op Soapbox, dat is een aparte app of een website waar ze op ze kunnen inloggen. En die hebben daar een bepaald antwoord op kunnen geven. En zo zie je dus ook, kun je kijken, is de kennis is die goed geland. Je kunt kijken naar andere feedback die ze kunnen geven. Je kunt ook feedback op presenteren zelf. Dus op die manier is dat, heb ik dat uitgevoerd. Ja. En het was een zeer leerzaam project. De belangrijkste reden waarom ik dit wilde, wat ik wilde gaan bereiken, of tenminste, andere woorden, mijn werkhypothese die ik hier aan verbonden heb, is het feit dat ik gewoon feedback krijg op het handelen zelf. Ik ben een beginnend docent. Ik ben bezig ook met mijn didactische aantekening. En daarom wil ik dit ook gaan gebruiken. Om te kijken van hoe kan ik deze lessen nog interactiever maken? Mm-hmm. Het toetsen van hoe wordt stof overgebracht en wat kan eventueel nog veranderd worden. Dus en dat dan op een toch een nieuwe manier om dat toe te passen in plaats van het ouderwetse hand opsteken en vraag stellen. En hoe heb je dat specifiek dan gedaan, die input verkrijgen van die studenten? Hoe heb je daar Soapbox voor gebruikt? Binnen Soapbox heb je dus de aparte sectie waar je dus ook feedback kan achterlaten. Studenten kunnen ook tijdens het hoorcollege kunnen ze ook vragen stellen via hun device. En op die manier kun je ook dus direct ook inhaken op vragen, maar je kunt dus ook die feedback, die kunnen ze ook achteraf allemaal terugzien. Wat zijn de reacties van de studenten geweest na afloop van je college? Kun je daar wat voorbeelden van geven? Reacties? Ik vond het toch wel algemeen positief reactie. Ze vinden het een vernieuwend systeem. Ze vinden het fijn om toch met het device bezig te zijn. Binnen de BMH bijvoorbeeld heeft bijna iedereen een laptop. Dat wordt heel veel gebruikt. Mm-hmm. Het geeft hun, ze zijn actiever met de stof bezig, kwam vaak terug. Ze vinden het ook een welkome afwisseling om even met iets anders bezig te zijn en dan weer door te gaan weer met de andere slides. Maar er zijn ook wel kanttekeningen. Sommige studenten geven aan dat het nogal storend kan zijn dat we moeten schakelen naar iets anders. Mm-hmm. Dus dat heeft ook weer zijn keerzijde. Ja, verder was nog iets met het internet dat het nog moest nog iets sneller, omdat veel mensen op één netwerk zitten. Maar goed, dat zijn allemaal andere soorten problemen eigenlijk. Ja. Maar over het algemeen is het heel positief ontvangen. En wat voor een input heeft het gebruik van Soapbox jou gegeven op jouw handelen als docent? Want dat was een van de redenen om voor jou te gebruiken. Wat voor een input heeft het jou dat opgeleverd? Heb je daar voorbeelden van? Mijn input heeft, wat voor mij als input heeft geleverd, vooral dat ik heb gemerkt dat je dus echt een nieuw systeem kan toepassen. Mm-hmm. Dat ik het zelf leuker vind ook om dan ook zo'n hoorcollege te geven. Mm-hmm. Ik vind het op zich niet erg om te geven, maar dit geeft dan een extra motivatie om dat op die manier te geven. En ik kan ook gewoon heel goed merken van die stof die ik net heb uitgelegd, begrijpen ze die wel goed? Plaatsen ze die wel goed in de juiste context? Mm-hmm. Bijvoorbeeld door middel van de casus te gebruiken en die dan via Soapbox uit te laten werken door de studenten. Mm-hmm. Hoe ziet het, want je hebt het nu bij één college toegepast en uitgebreid geëvalueerd. Mm-hmm. Hoe gaat het nu verder, zeg maar? Ga je het nu vast onderdeel maken van je lessenroutine, of ga je daar, hoe zie je het voor je, zeg maar? Nou, ik wil het zeker opnieuw gaan gebruiken, dat staat vast. Ik denk niet dat het een echt vast onderdeel gaat worden, want je moet er toch wel proberen toch ook een variatie in aan te brengen. Eerst voor een stap die ik wil gaan doen is ook met mededocenten binnen de BMH en binnen de HBOV om dat verder uit te leggen. Want de meesten zijn nog niet echt goed op de hoogte van deze pilot. Mm-hmm.
Ja, en dan zeker proberen uit te breiden. En dan vooral in de hoorcolleges natuurlijk, maar ook, ik zie ook wel toepassingen binnen werkgroepen. Om daar om die werkgroep ook wat aan te kleden. Mm-hmm. Dus werken met casuïstiek of misschien studenten zelf aan de slag laten gaan. Mm-hmm. Leren zonder mobiele devices, kan dat nog wel in de toekomst? Wat denk jij? Mooie stelling. Nee, ik denk niet meer dat het bijna niet meer mogelijk is.